Hey maagd, welkom bij je legging voor alweer april 2022. En er vliegt er meteen één om. Nou ja, ik pak hem gewoon. Tangerine energizes and balances. Geeft energie en balans. Nou, wat ik wilde zeggen. Welkom bij je legging voor april 2022. Ik ga een andere legging doen dan wat ik normaal doe. Tenminste dan een Keltisch kruis. En wat ik ook even wil zeggen, ik heb in de tuin gewerkt, mijn nagels zijn een beetje zwart. Ik hoop dat je er niet te veel aan stoort. Ik had ze net iets beter moeten wassen met het schuurborsteltje, maar goed, zo is het nu eenmaal even. In ieder geval, ik ga wel beginnen met een orakelkaart en dit is tangerine. Dat is een citrusvrucht. Volgens mij zit er tussen een sinaasappel en een mandarijn in. Hoe noemen wij die hier in Nederland ook alweer? Jeetje, ja, nou zeg je wel. Nou, maakt niet uit. Komt wel goed. In ieder geval die. Geeft energie en balans. Oké. Ik ben heel benieuwd wat jouw energie en balans gaat geven. Deze legging gaat over nieuwe dingen. Nieuwe situaties, nieuwe mogelijkheden, nieuwe personen die op dit moment in je leven komen. Elke kaart staat voor iets anders, dus we gaan alle kanten belichten. En de eerste kaart die je hebt is de Muse of Inspiration. De koning van staven. En deze kaart staat voor hoe de situatie er nu op dit moment uitziet. Of hoe jij denkt dat de situatie is. Hoe die lijkt in jouw ogen. Dus dat is de eerste. En de koning van inspiratie is iemand die lef heeft, die actie onderneemt, die dingen doet vanuit motivatie, niet zozeer vanuit logica of wat is praktisch. Het is gewoon, hij ziet iets en hij komt als een duveltje uit een doosje en hij doet het. Dat is het. Dus dat is die koning. Dat is de manier waarop je er nu naar kijkt en hoe de situatie in jouw ogen is. Hoe de situatie daadwerkelijk is, de Eight of Materials, de acht van pentagrammen. En de acht van pentagrammen is een kaart van leren, van ervaring opdoen, van bouwen op de kennis die je nu al hebt. En daarop verder gaan. Dus je krijgt zo'n Granny Annie deken van iemand en je krijgt breinaalden en een bol wol. En nou ja, ik heb driekwart van de deken gemaakt, nu mag jij de rest afmaken. En terwijl je die afmaakt, doe je die ervaring op. Dus je hebt al een heel groot deel. Je hebt al een gedeelte gedaan en gemaakt. En je hebt daar ervaring mee opgedaan. Maar je moet wel verder. Wat zorgt voor het verschil? Ik ga hem heel even hier liggen, want hij ligt. Ik haat het als die kaarten wiebelig liggen. Oké. Ja, noem me een neuroot, maar ik vind dat verschrikkelijk. Dus de situatie lijkt alsof je gewoon, hoppakee, ik ga iets doen. Maar in werkelijkheid is het iets waar al naartoe gewerkt is. Waar je al ervaring voor hebt opgedaan. En waarop je verder kunt borduren. Wat zorgt nou voor het verschil tussen het een en het ander? Dat is de ridder van inspiratie. De Knight of Inspiration. En die ridder van staven, die is van het actie ondernemen. Hij heeft nog niet de volledige kennis. Het is pas een ridder, hij is geen koning. Maar hij is ook geen page meer. Dus hij heeft al kennis, maar niet volledig. Maar hij is wel van de actie. Hell yeah, here we go. Ga je dit benaderen vanuit ik wil ervaring? Of ga je dit benaderen vanuit ik wil actie? Of wordt het misschien een leermoment? Want als je dit als een leermoment beschouwt, ga je van een ridder naar een koning. Op een gegeven moment. Nieuwe inzichten. Die jij op kunt doen hiermee. De negen van materialen. Dit is gelukkig zijn met de dingen die je hebt en ook genoeg hebben. Dit is een geluk vanuit je eigen standpunt. En wetende dat je niet afhankelijk bent van anderen om gelukkig te zijn. Of om te hebben wat je nodig hebt.
Er zijn mensen die denken, ik ben afhankelijk van een bepaalde baan. Ik ben afhankelijk van een bepaald persoon in mijn leven. Ik ben afhankelijk van mijn auto, mijn part. Maar dit geeft aan dat je eigenlijk helemaal niet afhankelijk bent. Dat je inziet dat je zelf je eigen zaken voor elkaar hebt. Supermooi inzicht. Wauw. Wat kun je bereiken met deze nieuwe situatie? De kleur geel valt me ontzettend op. Gewoon hier, ik bedoel, hier heb je gelig, hier heb je gelige, hier heb je geel. De kleur geel valt me ineens ontzettend op in jouw legging. En geel is verbonden met de solar plexus. Dus doe iets met je solar plexus. Dat is even mijn advies. Ik kijk altijd naar bepaalde kleuren. En ik zie dat geel overheerst in je legging. Let op je solar plexus. Doe iets meer vanuit die inspiratie. Doe iets meer vanuit die motivatie. Oké, wat kun je ermee bereiken? Zes van inspiratie. Dit is overwinning. Ik bedoel, ze staat hier als een soort Greta Garbo movie star. Als in, I am the lady of the house. En I'm fucking fantastic, zeg maar, dat gedeelte. Zo staat zij hier. En dat is wat je kunt bereiken. Een overwinning. Iets waarvan je zegt, hel ja, ik heb hier hard voor gewerkt. Ik heb ervoor geleerd. Ik heb ervaring opgedaan. Ik heb actie ondernomen. En ik heb het gedaan. En nu pluk ik daar de vruchten van. Wauw. En dan als laatste, de mogelijke uitkomst. Twee van inspiratie. Dit is een kaart van wachten, het is een kaart van geduld, maar het is ook een kaart van mogelijkheden en de wereld ingaan. Je ziet dat zij hier in dit raam zit zij en zij kijkt verder. Zij kijkt de toekomst in. Zij kijkt naar waar al deze lijnen zo mogelijk naar kunnen leiden. Ze heeft hier een verrekijker staan. Dit is een kaart van mogelijkheden. En ik snap dat ook, want als je die actie hebt ondernomen. En je hebt die ervaring opgedaan. En je hebt dat nieuwe inzicht. En je bent van niemand afhankelijk. Alleen van jezelf. En je hebt die overwinning geboekt. Dan staat de wereld voor je open. En dan heb je al die mogelijkheden. Ik snap het. Wauw. Alright. Die koning van staven. Die Muse of Inspiration. Hoe lijkt de situatie daadwerkelijk? Alright. Hoe lijkt de situatie? De situatie lijkt op een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. En je hebt de koningin van, ja, de koningin van bekers en je hebt de magier. De magier is iemand die zijn eigen werkelijkheid maakt. En als jij hier naartoe gaat, dan kan dat inderdaad heel erg kloppen, als dit je nieuwe inzicht is. De magier maakt zijn eigen werkelijkheid. Hij heeft een zwaard, hij heeft een staf, hij heeft een pentagram en hij heeft een beker. Hij heeft alles. Alles om dit te doen. Hij doet dingen op zijn gevoel, zij doet dingen op haar gevoel. Die koning van inspiratie, die krijgt een soort vonk van zijn solar plexus, like, hey, dude, let's go. Zij krijgt het vanuit haar hart. Zij is verbonden met de hartchakra. Dit is de solar plexus. Dit is de hart. Pentagrammen, dat is dit. Die zijn verbonden met de wortel, met de basischakra, met de rootchakra. Deze nieuwe situatie trekt aan jouw solar plexus en aan jouw hartchakra. Het activeert ze als het ware. En dat is wat jij lijkt te ervaren hiermee. Dat is het beeld wat jij van deze situatie hebt. En wanneer je de solar plexus en het hart combineert, kun je alles creëren. Maar echt alles. Alleen ik zie hier ook dat de basischakra een rol speelt in dit verhaal. Want dit zijn de pentagrammen. Dus het is niet alleen dat gevoel
of de wil. Maar in werkelijkheid speelt ook een hele hoop ervaring mee. En jij bent een maagd. Jij bent van het element aarde. Aas van zwaarden, 5 van pentagrammen, 7 van bekers. Je hebt ervaringen hier opgedaan. Je hebt 8 pentagrammen. 8 rozen die hier om haar heen bloeien. Alleen het vraagt wel consistent werk. Het vraagt je dat je keuzes maakt. Het vraagt van je dat je bereid bent elke keer weer nieuwe dingen te leren. Dat is wat het van je vraagt. Wat dat meebrengt, en zeker voor aardetekens, dat weet ik, want wij houden van routine, wij houden van weten waar we aan toe zijn. Wat het met zich meebrengt is twijfel. En deze persoon kan eeuwig hier buiten blijven staan en eeuwig aan zichzelf twijfelen en eeuwig twijfelen of ze naar binnen wil of dat ze verder zal lopen. Maar ze kan ook gewoon de stap zetten en zeggen, ik ga naar binnen en ik kijk wat er te vinden is. Als iemand me wil helpen, wil iemand me helpen. Als er een warm vuurtje brandt, brandt er een warm vuurtje. Dat. Elke nieuwe keuze, alles wat je leert, elk nieuw dingetje in je leven, kan deze twijfel meebrengen. Maar wat deze kaart zegt is, wees niet afhankelijk van je zwakke punten. Zorg ervoor dat het je sterke kant wordt. Draai de mogelijkheid om. Om die onafhankelijkheid te bereiken. Om die eigen werkelijkheid te creëren. Dus het lijkt alsof je voor eeuwig aan het juggelen bent. Met die 8 armen die zij hier heeft. Zo kan het voelen. Maar de werkelijkheid is dat je nieuwe ervaringen opdoet, nieuwe keuzes mag maken, nieuwe dingen mag leren. Alles in het leven is een mogelijkheid. Alleen deze mindset kan roet in het eten gooien. Dus laat dat alsjeblieft niet toe. En ik weet dat wij routine willen, dat weet ik. Wij zijn aardetekens, wij houden van routine. Ik bedoel, iemand iets anders, telkens iets anders laten doen, daar heb je deze persoon voor nodig. De ridder van staven. He, een rammeleeuw of een boogschutter. Die houden van variatie. En van elke keer nieuwe dingen proberen. Laten we de klok eens een keer om 9 uur zetten in plaats van om 8 uur. En kijken of we nog steeds op tijd op ons werk komen. Nou, dat doen wij niet hoor, geloof me. Dat doen wij echt niet. Oké, goed. De ridder van inspiratie. Het verschil tussen het een en het ander. Je gevoel zegt dat alles klopt. De daadwerkelijke situatie zoals je hem ziet, vraagt om keuzes, ervaring en actie. En het kan je het gevoel geven alsof je misschien faalt of niet goed genoeg bent. Waarom is dat verschillig? Nou, je hebt de ridder van inspiratie. Wat ik al zei, hij heeft nog niet alle ervaring. Maar hij heeft wel de drive. En dan kom je dus bij die drive. En het universum meent wat het zegt, want je hebt namelijk de Knight of Inspiration, dat is de ridder van staven. En die wordt verduidelijkt door de ridder van staven. Dit is even het universum zeggen van, ja, ik bedoel echt dit. Alright. Het punt is, je hebt ook de koning van staven. En die koning van staven had je hier ook al. In hoe jij het beleeft, in wat je denkt dat het is, en hoe het voelt zoals het is. En je hebt hier die koning. Dat is dat duveltje uit het doosje weer. Dat is wat voor het verschil zorgt tussen het een en het ander. Wat ik al zei, we houden van routine. Maar soms moeten wij die routine doorbreken. Soms moeten we gewoon kijken wat er gebeurt. Als we als een duveltje uit een doosje in één keer iets heel nieuws proberen.
als we die koning van staven zijn. Want hier heb je alleen nog maar echt de wil om te presteren, de wil om actie te ondernemen, met nog niet alle ervaring. Hier heb je die ervaring wel. En die ervaring zagen we hier ook al terug. En je hebt de 9 van bekers. De 9 van bekers is weer dat onafhankelijke gevoel. En Robin Williams, die acteur, die zei ooit eens een keer: alleen, of eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. En wat hij daarmee bedoelde te zeggen is: sommige mensen kunnen het prima zelf. Wat dit geheel wil zeggen is: je kunt het zelf. Want je hebt de drive en je hebt de kennis. En je kunt het zelf. Je hebt de autonomie, je hebt de onafhankelijkheid om het te doen. Dat is wat deze hele situatie zegt. Het punt is, je moet het wel geloven. En je hebt hier die 5 van pentagrammen die gewoon roet in je eten kan gooien. Dus ga af op die 8 van pentagrammen, maar alsjeblieft niet op die 5. Want je mindset is alles. Welke nieuwe inzichten krijg je? Welke nieuwe inzichten krijg je door ditgene wat in je leven komt? Of een persoon die in je leven komt? Ik heb daarnet hier gezegd dat je voor je eigen leven zorgt. En dat je niet afhankelijk bent van anderen. Wanneer je accepteert dat sommige dingen eindigen en dat sommige dingen pijn doen, maar dat daarmee ook de pijn weggaat, met dat einde, dan ben je de keizerin en de koningin van pentagrammen. Zij zijn afhankelijk van niemand. Maar echt niemand met hoofdletters. Zij heeft haar eigen keizerrijk, zij heeft haar eigen koninkrijk. En zij zorgen voor zichzelf en ze zorgen voor hun rijk. Dit is zelfzorg. Dit is weten wat jij hebt. Weten wat jij kunt. Weten dat jij stevig op die troon zit. Waar je keihard voor gewerkt hebt. Waar je ervaring voor opgedaan hebt. Waarvoor je geleerd hebt. Dit is weten wat je waard bent. En hier bij dat nieuwe inzicht kom je als een duveltje uit een doosje weer. Weer komt dat duveltje naar voren, weer. En dan ga je echt voor jezelf zorgen. Bij dat nieuwe inzicht laat jou alles zien. Dat nieuwe inzicht, dan weet je wat je waard bent. En dan weet je wat je kunt. Wanneer je het oude loslaat en dit nieuwe aangrijpt, deze hele nieuwe situatie, wauw. Ik zie in mijn hoofd alles gebeuren welke mogelijkheden jij allemaal hebt. Als je gewoon voor jezelf zorgt en je eigen werkelijkheid maakt. En ik denk dat je daar heel veel mensen verbaasd mee zult doen staan. Heel veel mensen die niet verwachten dat jij, een maagd, het lef hebt om voor jezelf te zorgen. Want maagden zorgen, maagden, vissen, tweelingen zorgen voor anderen. Dat doen ze nu eenmaal. Dat zit in hun aard. Kijk, ik ben een stier, ik ben wel van de aarde, maar ik ben op een gegeven moment, ik heb heel veel geduld, ik kan heel goed voor mensen zorgen, ik zal altijd voor iemand klaarstaan. Maar jij kunt dit nog beter. Jij zorgt altijd voor een ander. Je zult altijd luisteren, maakt niet uit. Al belt iemand je om 2 uur 's nachts, maakt, ik heb je hulp nodig, dan luister je. Zo zijn maagden. En ik denk dat niemand zal verwachten dat jij dit doet. Maar echt niemand. Voor de 6 van inspiratie. Voor die overwinning die jij kunt bereiken. Die
overwinning gaat gepaard met heel veel genezing en rust die jij gaat vinden. Die overwinning gaat gepaard met heel veel actie en duidelijke communicatie naar buiten. Als in, dit wil ik en hier ga ik voor en ik eis niks minder dan dat. Want ik ben dat waard en dat wil ik en daar heb ik voor gewerkt. En het gaat gepaard met geluk, want je hebt de 10 van pentagrammen. Dit jongetje hier, wat die ladder aan het beklimmen is, hij krijgt wel hulp, maar hij weet precies dat hij die ladder moet beklimmen om hier bij die pentagrammen te komen. Dus deze overwinning, deze Greta Garbo, die movie star, die heeft niet alleen overwinning en succes, die heeft ook rust. Die is duidelijk in communicatie en duidelijk in actie. En er komt een hele hoop geluk jouw kant op. Dit is ook een kaart van zekerheid, financiële zekerheid. De 10 van pentagrammen. Dus wauw. Awesome. De mogelijke uitkomst. Die mogelijkheden. Het kijken naar de toekomst. Kijken naar de wijde wereld en wat die te bieden heeft. Dat. 3 van zwaarden, 7 van staven en gerechtigheid. De 3 van zwaarden is een kaart van pijn en een gebroken hart. Precies hetgene wat je hier ook had, die 10 van zwaarden. Alleen dit geeft de mogelijkheid tot die genezing. Als je namelijk deze 3 van zwaarden hebt, dan kun je alleen maar één kant op. En dat is naar deze 4 van zwaarden. Die genezing die je hier bij jouw punt hebt wat je kunt bereiken. Dus de mogelijkheid die je hebt is om dit achter je te laten. En waarom zeg ik om dit achter je te laten? Omdat je de 7 van staven hebt en je hebt de gerechtigheid. Je maakt een keus en je blijft bij die keus. En er is niemand die jou iets anders vertelt. Jij staat op de top van die berg. Je hebt er hard voor gestreden om daar te komen. En niemand duwt je daar zomaar vanaf. Hell no. En die gerechtigheid, wanneer je de gerechtigheid krijgt en vooral in combinatie met bijvoorbeeld de 7 van staven en de 2 van staven, met al die mogelijkheden die je hebt, dan is die gerechtigheid de weegschaal die in jouw voordeel uitkomt. Dus je mogelijke uitkomst zijn mogelijkheden. Mogelijkheden om ergens overheen te komen, om ergens van te genezen, om ergens beter uit te komen, om sterker te worden en om bij je standpunt te blijven. En gerechtigheid. Je hebt echt heel veel te winnen deze maand, maagd. Het geeft energie en balans. Weet je nog, die tangerine waar ik... Miniola, daar hebben we hem. Nou, got it, eindelijk, finally. Ik ben altijd blij als ik op een woord kom. Oké, goed. Miniola, tangerine. Energizes and balances. Energie, energie, energie. En je hebt balans. Je hebt hier ook weer balans. Deze kaart. Ja, vet. Oké, je advies. Koningin van inspiratie, de 10 van zwaarden en de dwaas. Het einde brengt een nieuw begin. De koningin van inspiratie, die koningin van staven, die heeft van niemand toestemming nodig. Van niemand. Die heeft lef. En die gaat ervoor. Als zij een idee heeft, gaat ze ervoor. En ze doet het met kracht en ze doet het met gratie. En ze laat zich door niemand de les lezen. 10 van zwaarden. Dit is dat pijnlijke einde. Dat pijnlijke einde wat eindelijk de mogelijkheden brengt om achter het nieuwe aan te gaan. Weet je nog, zoals hier, om dat einde wat de mogelijkheid brengt om eindelijk eens goed voor jezelf te gaan zorgen. Datgene wat niemand verwacht. En dan heb je die nieuwe mogelijkheid. De dwaas.
De dwaas geeft nieuwe mogelijkheden aan. Zij loopt zonder enige twijfel Hupke zo de verte in. Ze denkt er niet eens bij na. Ze doet het gewoon. Ja, en ze kan hier van dat zand afvallen, de diepte in, dat kan. Maar dan komt ze ook vanzelf wel weer ergens uit. Ja. Toch? Alright. Ik sluit af met een orakelkaart. Oh, dit waren trouwens je advieskaarten. Sorry, ik weet niet of ik dat gezegd heb. Ik sluit af met een Witchlings orakelkaart. Ik hou ontzettend van die tekeningetjes die erop staan. En het fijne is dat je meteen ziet waar de kaart over gaat. Alleen zijn ze volgens mij alleen in het Engels verkrijgbaar. Dus, nou ja. En ik ken Engels, maar ik vertaal het voor je. Geen probleem. Mocht je geen Engels kennen. Ik gok van wel, maar... Wish, wens. A wish motivates the heart's desire. Keeping hope and faith alive. Een wens motiveert... Wat het hart wil en natuurlijk uiteraard om dat te begrijpen. En het houdt de hoop en geloof in leven. En ik denk dat dat ook is wat je aan het doen bent. Ik denk dat je een bepaalde wens hebt. En dat je met dat nieuwe inzicht en met wat je kunt bereiken, dat je eindelijk die wens in gang zet. Wat niemand verwacht. Dat je dat ook daadwerkelijk zal doen. Want ik ken maagden. En maagden zorgen zo goed voor iedereen. Maar dit keer ga je denk ik echt voor jezelf zorgen. Door die nieuwe inzichten. Alright. Ga voor die wensen. Maagd. Laat die wensen uitkomen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze legging. Ik wens je een hele fijne maand april. Laat me trouwens ook even weten wat je van deze legging vond. Of je die vaker wilt zien of dat je die duidelijk vindt. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!